Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door videocontentcompany.com. Productvideo's voor webwinkels. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door videocontentcompany.com. Productvideo's voor webwinkels. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door videocontentcompany.com. Productvideo's voor webwinkels. Ja, een hele goede dag en welkom hier bij een nieuwe aflevering van Kogels. Hoe is het met uw prutke? Nou, we zijn hopelijk allemaal de paasdagen goed doorgekomen. Althans, ik natuurlijk wel. Ik heb me wel vermaakt. Ik heb gisteren nog weer een uitzending gehad met Totaal Schilders Twente. Met Theo van Erven en Robert van Goetem. En vandaag hebben we te gast Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Dus mocht je zeggen van, joh, allemaal leuk en aardig. Ik heb eigenlijk wel wat vragen over bijvoorbeeld mijn hypotheek. Verandert dat allemaal in tijden van corona? Of is er gewoon nu wat meer aan de hand met mijn pensioen? Kan ik wel investeren op dit moment? Ik kan me voorstellen dat je dat soort vragen allemaal hebt. Nou, je kunt gewoon bellen hier naar de studio. Ik zal eerst eens even mijn... Nou, we weten allemaal wel dat ik René Kogelman heet. Dus dat naamtiteltje laten we maar even weg. Maar wil je dus meer praten in de studio, dan kan dat ook. En dan moet je dat even doen door te bellen naar 0653-124-129. Nou, je kunt ook gewoon je comments kun je... hier op Facebook... Kun je dat ook aangeven of je kunt je vragen ook stellen op Facebook. Ik zie dat Fulco Spit op dit ogenblik meekijkt. Dus heb je een vraag aan Adriaan Posma, stel ze gerust. Dat kan dus via Facebook, maar je kunt hem ook dus rechtstreeks naar de studio bellen. Dat kan uiteraard ook. Nou, de vaste kijkers van Kogel, hoe is het met Preutke? Die weten inmiddels al wel dat we altijd een leuk filmpje hebben. Ik heb een bagger-app waar een paar geselecteerde vrienden in zitten. En die hebben over het algemeen altijd wel leuke humor. Er is heel veel humor, komt er ook voorbij, wat niet geschikt is voor deze app. Dus vandaar dat ik ze selecteer. En ik vond deze, die vond ik wel heel erg grappig. Juanito, necesitas máscara? No, si ya tengo la mía. Ja, die beste man heeft wel een heel bijzonder mondkapje, moet je maar denken. Dus, wat ik al zei, we hebben op dit ogenblik in de uitzending hebben we Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. En laten we maar eens even kijken. Hey Adriaan, hartstikke mooi. Leuk dat je er weer bent. Vorige week was je er ook. En vorige week hebben we dus een x-aantal vragen mogen beantwoorden van kijkers. Hey, hoe was jouw paasweekend? Ja, heel eerlijk was dat vrij goed. Uiteraard in een iets andere omstandigheid dan we normaal hebben. Want normaal zit een familie om tafel. Maar goed, het mooie weer vergoedde natuurlijk gelukkig een hele hoop. 23 graden, waar ik me kan herinneren. Ja. Goed, dus we hebben op een iets andere manier, we hebben wel gebarbecued. Dus dat was wel erg prettig. En dat heb ik nog met mijn schoonouders gedaan op een behoorlijke afstand. En dat kan er gelukkig ook in de tuin. Ja. Op een mooie afstand. Ja. En een bijzondere aangelegenheid natuurlijk. Maar ja, op die manier vergoed het wel een hele hoop. En natuurlijk veel bij huis blijven. Ja. Blijft bijzonder. En het is al... Ik ben toch wel gelukkig voor een beetje vrijheid, zeg maar. Ja. Vind jij dat op dit moment de tijd al is om de teugels wat losser te laten dan? Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen, hè? Want ik volg natuurlijk de actualiteit ook wel. Hè? Je ziet dat de piek op dit moment dat die een beetje aan het afnemen is. Ja. Op het moment dat je nu alles weer openstelt, ben ik bang dat je in een hoge wederom terechtkomt. Dus het laten vieren, dat lijkt mij zeker goed. Alleen dan wel gefaseerd. En ik zie dat ook wel voor mij in de komende weken. Dat het zo langzamerhand allemaal wat ruimer wordt. Maar ik denk die afstand van 1,5 meter, dat ze die toch nog wel een aantal maanden zullen aanhouden. Oké.
ja, hoe dat, je zegt zelf al, het is moeilijk om dat te bekijken. Jij bent natuurlijk ook niet die viroloog, hè, maar jij hebt wel het gevoel dat we al over die piek heen zijn, want dat is... Nee. Die piek, het moment dat we zo door blijven gaan en we blijven binnen en dingen, dan blijft die piek natuurlijk verder uit. Hè? Ja. Alleen, we moeten natuurlijk weer terug naar het oude. Dus je zou op een gegeven moment de teugels natuurlijk wat moeten laten vieren. En dat gaan we ook de komende periode wel doen, verwacht ik. Ja. Alleen, je zult zien dat als we dat nu in één keer weer gaan doen, dat we weer bij af zijn. Dus je moet gewoon geleidelijk, zeg maar, zou je dat terug moeten brengen. En je zult bijvoorbeeld bij horeca straks zien dat het wel weer opgesteld gaat worden. Ja. Maar dat ze daar heel duidelijk aan bepaalde afspraken moeten houden. Dat je, ja, dat ze ook aan de voorkant, hè, bij de ingang bijvoorbeeld iemand neerzet. Maximale aantal mensen naar binnen. Ja, ja. Daar heel duidelijk de restricties die er nu ook zijn in een supermarkt, die zullen ook in de horeca moeten nageleefd worden. En daar zal ook handhaving op gaan plaatsvinden. Ja. Ik verwacht dat de volgende stap zou kunnen zijn. Oké. Ja, zo langzamerhand zou je dat wat verder kunnen uitbreiden. Maar heel eerlijk, ik hoop natuurlijk dat het sneller gebeurt, maar ik denk dat het allemaal gefaseerd gebeurt de komende periode. Oké. Zeg, op dit ogenblik ga ik even vertellen dat Niels Lammert meekijkt, Caroline Sonneveld die kijkt mee, Brian Klaver en Remco Schorthuis die kijken mee. Harry Bauer uit Duitsland kookt ook met. Hartelijk welkom, Harry. Schön dat je mitkookst. In ieder geval, mochten mensen nu vragen hebben aan jou, hè, hoe dat een stukje financieel advies willen op dit moment, kunnen ze dus ook inbellen. Dat is dan 06-53-124-129. Dat is gewoon een normaal telefoonnummer. Dat is niet een betaalnummer of zo, dat is gewoon mijn mobiele nummer. Daar kun je mij gewoon op bereiken. En dan kunnen we de vraag rechtstreeks doorplaatsen naar Adriaan Posma. Zeg, wat is jouw stukje, wat is de tip, zeg maar, op dit moment? Wat moet je doen op gebied van bijvoorbeeld hypotheken? Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere dingen die kunnen. Hè. Om even kort even uit te leggen wie Posma is. Wij zijn gevestigd in Oldenzaal. We zijn met 16 man actief vanuit Oldenzaal en doen dat eigenlijk hier in heel Twente. Geven wij particulier en ook zakelijk advies. Ja. Op gebied van hypotheken, verzekeren, lenen, beleggen. Op meerdere vlakken, zeg maar, waar we nu heel veel aanvraag voor krijgen, is voor hypotheken. Hypotheekrente is historisch laag. Maar we zien toch wel dat we een beetje onder het dieptepunt heen zijn, dat we licht aan het stijgen zijn. Ja. Mm-hmm. Afgelopen week 0,2% er toch bij. Verwachting is dat hij nog wat verder doorstijgt. En daarnaast is het natuurlijk het in kaart brengen van je maandelijkse uitgaven. En daar hoort verzekering onder andere bij. Ja. Is natuurlijk op dit moment ook wel belangrijk. Hè? Je hebt misschien iets meer tijd over omdat je thuis zit. Pluis die map gewoon een keer uit. Kijk eens waar je je verzekering nu hebt lopen. En vaak zie je dubbele verzekeringen of je ziet toch... Ja, dat er jaren niet naar gekeken is. En wij bieden gewoon vrijblijvend aan om dat bijvoorbeeld eens een keer door te nemen. Dat hoeft niet met ons, maar ook met je andere, met je eigen tussenpersoon natuurlijk. Oké, okay, maar je zegt vrijblijvend. Er is behoorlijk wat besparing in mogelijk. Okay. Zeker als je wat verzekeringen bijvoorbeeld samenvoegt in een pakket. Mm-hmm. Je zegt vrijblijvend. Dus vrijblijvend versta ik onder kosteloos. Is dat ook echt wat je bedoelt? Ja, we geven altijd een kosteloos advies om een stuk kennismaking. We willen ook daarin wel een offerte en ook zelfs een berekening kosteloos afgeven. Ja, het moment dat je dan gaat bemiddelen, hè, dus is even, ja, weet je, maak die hypotheek maar in orde voor mij. Ja, ja, dan moet daar voor betaald worden. En dat is sinds 2013 is dat ook het geval, hè, dat we voor betaald moeten worden. Maar goed, dat geldt voor ons, dat moet bij een bank. Hè, moet ook bij andere partijen, dus dat is overal hetzelfde. Maar de berekening zijn wij gewoon, hè, ondanks dat daar wel een paar uur werk in zit voor ons, zijn wij zeker bereid om die berekening kosteloos te maken. En dat ook voor de verzekeringen bijvoorbeeld. Ja. Ja. All right. Jij verzorgt ook lease, wat ik begrepen heb, voor heel veel autobedrijven en voor particulier. Ik hoorde op BNR Nieuwsradio iets over lease, wat op dit ogenblik met de Tesla gebeurt. Weet jij daar ook wat meer van? Ja, nee, wat wij doen is wij vergelijken eigenlijk lease-contracten met elkaar. Dus ik ben op zoek naar een bepaalde auto, dan koppelen we daar een contract aan. Hè. Als je kijkt naar de particuliere sector, is dat private lease natuurlijk enorm in opkomst. Ja. Ik merk wel dat daar een beetje de rem op staat. Hè, want
ja, mensen zijn wel eens voorzichtig als je een keuze moet maken voor nu de komende 3-4 jaar. Mm-hmm. Hij is natuurlijk wel een mooi uitgangspunt om iets in te doen. Waarom? Omdat je met een vast maandbedrag zit. Ja. De Tesla lease, ben ik heel erg benieuwd wat daar mee bedoeld wordt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet van op de hoogte ben, maar wat daarin in plaatsvindt. Alleen, ja, ik kan me zo voorstellen dat, ja, dat mensen ook wel wat terughoudend zijn op dit moment. Ze zeggen, ja, meetje, ik maak nu grote keuzes. Ja. Ik kan niet vooruitkijken. Ik wacht heel even. Ja, dat kan. Ik. Dat zie je ook wel een beetje terug in de houding van het langdurige contract. Ja, snap ik. Ja. Dus op het moment dat ik nu een leasecontract heb lopen in tijden van corona, bij iedereen staat op dit ogenblik de portemonnee op spanning. Ja. Wat kan bijvoorbeeld een leasemaatschappij op dit ogenblik betekenen voor je? Zeggen ze van, sorry, auto staat voor de deur, gewoon lappen met die handel. Ja, weet je, in alles blijkt wel, en dat zie je met de hypotheekverstrekkers die daaraan meedenken zijn, kredietverleners die meedenken zijn, maar ook leasemaatschappijen zijn er natuurlijk die, van belang dat je zo'n auto, dat zo'n contract doorloopt. Ja, ja. Stel ervoor dat je dus in liquiditeitsproblemen komt, ja, de eerste tip die ik mag meegeven is, zorg ervoor dat je met de partij gaat bellen. En niet dat je gaat afwachten dat je echt in de problemen zit, maar je ziet aankomen dat de komende periode heel lastig gaat worden. Dan zijn er ook met dit soort partijen, hè, of leasemaatschappijen, blijf in contact en ga gewoon aangeven welke situatie je zit. En dan zijn ook wel betalingsmaatregelen wel mogelijk, hè, om bijvoorbeeld uitgesteld te betalen of, hè, of tijdelijk teruggeven. Kijk, het is wel belangrijk om te blijven communiceren. Dat geldt voor een ieder. Nou ja, weet je, op zich een super tip natuurlijk. Ben je nu op dit ogenblik aan het kijken, want we zijn in gesprek met Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Ben je aan het kijken? Kan ik me voorstellen dat jij op dit ogenblik ook vrienden en kennissen hebt die, waarvoor dit ook hele interessante informatie kan zijn. Dus weet je, deel dan dit waar je nu aan het kijken bent. Je kunt gewoon op Facebook op delen klikken. En dan verspreidt zeg maar, deze video zich ook automatisch zeg maar, onder jouw vrienden en kennissen. En die kunnen ook dus hier waarschijnlijk een stuk lering weer uittrekken. En dat maakt het dan ook weer interessant. Hè? Je kijkt hier op dit ogenblik zelf naar. Je haalt hier zelf je eigen wijsheid uit. Maar misschien zijn er vrienden en kennissen waarvan je denkt van joh, die moeten deze informatie ook hebben. Dus vandaar, deel even deze video. Doe dat dan even. En dan... je kunt natuurlijk ook altijd nog bellen naar de studio. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Je kunt gewoon zelf je vraag stellen aan Adriaan Posma door gewoon nu te bellen. En dat doe je dan door te bellen naar de studio. En dan eens even kijken. Hup, 0653-124-129. Dan kom je rechtstreeks in de studio, kun je je vraag stellen. En je kunt het natuurlijk ook gewoon doorgeven op Facebook... Dat kan uiteraard, kan dat ook. Nou, nogmaals, in de uitzending op dit moment hebben we dan Adriaan Posma van Posma Financieel Advies uit Oldenzaal. Op dit ogenblik Odette Schothuis, die kijkt mee. Jenne van Maasakkers kijkt mee. Vincent Jurrissen kijkt mee. Robert Bonnebroek. Gerben Groener. Ja, dus dat zijn Lars de Monnik, zie ik dat hij meekijkt. Huub Groeneveld. Nou, allemaal mooi dat jullie meekijken, maar deel dan ook vooral nu op dit moment even deze livestream. Adriaan, we hebben het al gehad over een stukje hypotheek. We hebben dus de lease net even aangesproken. Pensioenen, wat moeten we daarmee? Moeten we daar op dit moment wat mee? Of moeten we gewoon rustig blijven zitten? Er zijn een aantal dingen die je met pensioen hebt. De vorige keer ook al aangehaald, bestaan er misschien ook wel oude pensioenverzekeringen nog, hè, die je in het verleden hebt afgesloten op basis van bijvoorbeeld een belegging. Mm-hmm. Dat is een regeling vanuit de overheid, alle opgebouwde waarden, de producten zeg maar, die je in privé hebt afgesloten met een waarde van €4.475, die bedragen zijn direct afkoopbaar met... Zonder dat daar een hogere belasting over plaatsvindt. Normaal zou daar een boete over plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is in dit geval niet aanwezig. Dat zou een optie kunnen zijn, dat is één. Daarnaast heb je natuurlijk te maken, als je in loondienst bent met een pensioenfonds bijvoorbeeld. Daar kun je niet heel veel aan doen. Hè? Dat blijft natuurlijk doorlopen.
ja, je hebt goede en slechte tijden nodig als je in een pensioenfonds zit. Hè, want ja, dan wordt op dit moment natuurlijk ook goedkoper aangekocht als we praten over beleggen. Hè, want heeft, de beurs heeft een behoorlijke dip gehad. Ja. Er wordt op dit moment ook natuurlijk goedkoper ingekocht dan in de periode een maand terug. Hè, dus dat heeft ook wel weer voordelen op lange termijn. Ja. Ja, voor mensen die al heel snel moeten gaan uitkeren, hè, dus die echt de pensioendatum aan zitten, ja, die hebben daar wel meer last van. Omdat je dus wel met een lagere waarde in je pot zit, collectief. En dat er, ja, dat er mogelijk ook gekort gaat worden op je op pensioenuitkering. Ja, dat ook wel zijn zaken waar natuurlijk heel lastig waar dat te doen is. Er bestaan wel fiscale mogelijkheden om zelf bij te sparen. Want je hoeft niet alles in beleggen te gaan stoppen. Ja. Je mag het ook in sparen stoppen, dus een spaarrekening. Mits die maar geblokkeerd is. En dat is een geblokkeerde lijfrenterekening, zoals die nu heet. Okay. Dat zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld zelf wat bij te starten. Maar goed, daar moet je natuurlijk wel de ruimte voor hebben. Ja. Hè, dat is heel duidelijk. Absoluut, maar er zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld je aanvulling op je pensioen tijdelijk stil te leggen. Hè? Te zeggen, ja, weet je, ik leg nu even niks in, maandelijks. Al dat soort mogelijkheden willen we weer graag in bijstaan. Ook weer vrijblijvend meekijken op dat verhaal. Ja, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden erin, maar vergeet niet dat je pensioen natuurlijk op lange termijn heel belangrijk is, omdat je daar uiteindelijk ook van moet gaan leven. Ja, ja. Oké. In hoeverre kunnen jullie daarin bijstaan? Stel, ik zit tegen die pensioensdatum aan, ik heb wat extra centjes op de rekening, ik klop bij jou aan. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we allereerst je situatie goed in kaart brengen. Hè? Wat is je huidige situatie op basis van je salaris? Of onderneming en wat is je wens zeg maar op termijn. Ja. En dan gaan we kijken van wat is er opgebouwd binnen een pensioenpot bijvoorbeeld bij het moment dat je lonisch bent. Wat heb je daar aanvullend in opgebouwd aan kapitaal. En dan gaan we kijken van ja, wat voor termijn wil je dat geld beschikbaar houden. Hè? Als we kijken over een aanvullend pensioen wat je zelf geregeld hebt, ja, dan mag je in minimaal 5 jaar laten uitkeren. Maar je mag het ook spreiden over bijvoorbeeld een periode van 15 of 20 jaar. En dat betekent dat je eigen pensioenuitkering kunt gaan managen. En wij laten je dan scenario's zien waar je dan op uitkomt maandelijks. Hè? Geven duidelijk jouw inzicht in hoe je er nu voor staat. Ja. Maar ook hoe bijvoorbeeld jouw hypotheek daarnaast meeloopt. Het kan best zo zijn dat je nu een hoge hypotheek hebt, maar dat er een deel wordt afgelost over een periode van 5 jaar. Ja, dat je dan misschien wel minder inkomen nodig hebt, okay, omdat je al minder hypotheeklasten hebt. Ja, dat hoort een beetje bij planning, zoals het, hè, financiële planning misschien een aantal mensen wel bekend. Mm-hmm. Ja, daar geven we ook advies over. Ja. Nou, op dit ogenblik nog even. Jorien kijkt mee, Raymond Strikker kijkt mee, Justin Wermers kijkt mee, Roy Holsbeek kijkt mee, Raoul de Zwart kijkt allemaal mee. Deel ook vooral deze stream, die kun je gewoon delen op Facebook. Want ik kan me heel goed voorstellen dat vrienden en kennissen en familie misschien heel veel hebben aan de tips van Adriaan Posma. Want op dit ogenblik zijn we in gesprek met Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Maar je kunt ook gewoon naar de studio heen bellen, mocht je dat willen. 0653-124-129. Mocht je een financiële vraag hebben voor hem, kunnen we die direct hier in de livestream kunnen we die gaan behandelen. Dus dat is natuurlijk altijd welkom. Maar we hebben dus pensioenen net even aangesproken. De banken, mocht je dus in een bepaalde financiële stress komen op dit moment, zei jij, ga zo snel mogelijk contact opnemen met de banken. Dat betreft dus onder andere de hypotheken. Hoe gaan verzekeraars hier nu mee om? Want er zijn natuurlijk ook veel ondernemers bijvoorbeeld die torenhoge verzekeringspremies moeten betalen. Maar ja, daar hebben we natuurlijk, ja, daar zijn wel mogelijkheden toe. Wij denken daarin wel heel duidelijk mee met de klanten. Want we hebben, naast dat wij veel particulieren hebben als klant, hebben we ook zakelijke klanten natuurlijk. Ja. Even een voorbeeld, bijvoorbeeld een klant die een evenementenbedrijf. Je kunt je voorstellen dat er op dit moment helemaal niks te doen is. Ja, ja, ja. Dat zit volledig op nul. Meneer had de agenda vol en nog nooit zo vol gehad. Het gaat over een bedrijf dat ongeveer 20 man in dienst heeft. Wat we onder andere bij deze ondernemer hebben gedaan, is dat bijvoorbeeld de transportverzekering die hij op dit moment niet nodig heeft, dat we die tijdelijk gewoon opheffen of schorsen.
Hè? Dat betekent dat je daar natuurlijk je premie niet voor hoeft te betalen de komende maand. En dat scheelt natuurlijk wel aanzienlijk in je maand premie. Daarnaast zijn er mogelijkheden op je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent dat je die tijdelijk je premie bijvoorbeeld kan uitstellen. Hè? Daar zijn ook verzekeraars gewoon wel toe bereid. Ik denk dat je uiteindelijk wel die premie een keer moet gaan betalen, maar dat je die tijdelijk niet hoeft te betalen. Ja, Het schorsen van bijvoorbeeld een auto, ik noem maar iets. Hè. Er zijn best wel veel mogelijkheden, maar dat is wel iets, daar moet je met de ondernemer heel duidelijk ook proactief in handelen. Hè, want vaak als ondernemer denk je daar zelf niet aan, maar er zijn er dus best wel veel mogelijkheden. Ja. Dus neem contact op met je tussenpersonen, ga kijken waar je in kunt besparen. Heb je het tijdelijk niet nodig en ziet het ernaar uit dat je nog zeker een maand of twee, drie stil ligt. Ja, wacht niet af en kom nu in actie en kijk of je naar een oplossing kan zoeken. En lukt het niet met je huidige tussenpersoon of bank of verzekeraar? Ja, uiteraard willen we daarin meekijken. Ja. Dus een auto schorsen kan dat ook. Maar kan het alleen een bedrijf of kan een particulier ook een auto schorsen? Nou ja, weet je, dat zijn natuurlijk wel, kijk, je hebt te maken met hoe ga je dat schorsen? Dat is natuurlijk redelijk technisch, want je hebt hem dan wel ergens staan. Ja. Dus je zal wel ergens moeten verzekeren, maar er zijn gewoon wel oplossingen te bedenken. Okay. Om tijdelijk natuurlijk, zoals wij dat nu wel bij een aantal klanten hebben gedaan, deze oplossing hebben geboden. Nou, we zijn op dit ogenblik in gesprek met Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Uit Oldenzaal, mocht je nou vragen hebben voor Adriaan, je kunt ook gewoon naar de studio toe bellen. Dat kan ook. Dat is dan 06-53-124-129. Je kunt de vraag direct behandelen. Maar ik kijk hier ook gelijkertijd mee op mijn Facebook. En je kunt ook gewoon je vraag even intypen. Dan zien we die hier ook voorbij komen. Ik zie dat we hier één opmerking hebben. Eens even kijken waar die staat. Dan gaan we eventjes koekeloeren. Een opmerking van Peter Sikkens, maar waar komt die voorbij? Peter, kijk, Peter die vindt dat ik meer aandacht aan jou moet besteden. Nou ja, Peter is formatontwikkelaar en die weet natuurlijk als regisseur niet beter hoe je het doen moet. Dus Peter, dankjewel voor je comments. Gevraagd van jij dus schijnbaar even niks aan hebt. Dus, maar alright. In ieder geval Arno Buurman doet mee, Ted Reinders doet mee. Dus, maar mocht je dus nou gewoon een bepaalde vraag hebben, je kunt dus ook gewoon bellen. Dus dat is dan 0653-124-129. Nou, we hebben het dus net al even gehad over de hypotheek. We hebben het gehad over autolease. We hebben het gehad over verzekeringen. We hebben het gehad over pensioenen. Zijn er nog andere factoren binnen jouw bedrijf waar je, zeg maar, de Oldenzaalers, de kijkers mee van dienst kunt zijn? Zakelijk heb ik nog wel een oplossing, is de sale en leaseback, waar wij ook in kunnen helpen. Dat betekent, heb jij bedrijfsmaterieel of auto's die op dit moment in je eigen bezit zijn, en dat zijn vrij jonge auto's of vrij jonge materiëlen, dan zijn er mogelijkheden om die te verkopen in een sales en leaseback constructie. En dat je die op die manier, dat je liquiditeit krijgt. Ja. En dat je het terug gaat leasen in de maandbedrag. Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Daar hebben we ook al veelvuldig mee geholpen de afgelopen weken. En ook dat zijn oplossingen voor de ondernemer op die manier toch. Ja. Hè? Dus even, ik heb in een hele goede tijd een vrij mooie auto kunnen kopen. Daar heb ik 40.000 euro voor betaald. Maar die 40.000 euro kan ik nu heel makkelijk, heel goed gebruiken binnen huidige mijn bedrijf. Ik krijg die 40.000, 35.000 euro krijg ik weer terug. En ik betaal daar een maandbedrag voor. Dan ben ik weer uit de brand voorlopig. Ik zei jou net toch over die constructie wat ik hoorde bij BNR Nieuwsradio van Tesla. Dat is exact wat je nu zegt. Oh, daar dus ging je over. Daar ging daar toevallig over. Ja. Nou, dus... Nee, die bieden we ook, die oplossing. Wat zeg je? Die oplossing bieden we dus ook. Ja, want ze hebben schijnbaar heel veel van die, ze hebben op dit moment schijnbaar veel van die Tesla's 3 op de plas staan. En ze bieden daar nu een constructie mee aan, omdat er heel veel gewisseld moet worden. En daarmee wilden ze ondernemers weer extra tegemoet komen. Ja. Dus, dat is in ieder geval, ook daarin kun jij kijken
wat je voor je klanten kunt betekenen. Dus dat is zowel zakelijk, maar ook privé. Ja, in beide, ja. Alright. Heb je, eens even kijken, heb jij verder nog iets, zeg maar, de gouden tip op dit moment? Stel, ik... Ja, waar we op dit moment enorm druk mee hebben, we hebben natuurlijk het onderwerp al wel aangehaald, maar is natuurlijk je hypotheek, hè? Ik bedoel, op het moment dat je thuis zit en misschien zitten we wat meer thuis op dit moment natuurlijk, dan zal ik je even kort opnoemen wat de hypotheekrente op dit moment doet. Een 10 jaar vaste rente is 0,95%. Ja. Een 20 jaar rente 1,32 en een 30 jaar vaste 1,65. Oké. Okay. Loop je hypotheek nog een aantal jaren, dan zijn er gewoon nu al wel mogelijkheden om wat te doen. Okay. En dat uiteraard moet er een boete betaald worden als je eerder afscheid neemt van je hypotheek. Maar dat weegt absoluut niet op tegen de besparingen die de komende 20 jaar gaan optreden. Dus ja, ook daarin willen we graag vrijblijvend helpen. De berekening die we ook afgeven is kosteloos. Dus je kunt er altijd een keer vrijblijvend naar laten kijken. Ja. Niet geschoten is altijd mis, heb ik geleerd. En daar wordt natuurlijk veelvuldig gebruik van gemaakt op dit moment. Ja, dat snap ik. Alleen de rente is stijgende, dus maak daar gebruik van. Nou, ik denk dat dat een hele mooie tip is om het gesprek mee af te sluiten. Dus mocht je uiteindelijk nou zeggen van, ik wil graag wat financieel advies verder privé, ik wil dat... Dan kan dat. Je kunt gewoon contact opnemen met de website. Die staat hieronder weer. Dat is postmaadvies.nl. En dan vragen naar Adriaan Postma of een van zijn collega's. En dan word je wel geholpen met de vragen die je hebt. Nou, ik zie dat Bert Kasteel nog meekijkt. Marloes kijkt mee. Arienne kijkt mee. Dus nou, in ieder geval, deel ook vooral even deze video. Hè, want er staan heel veel financiële tips in. Dus gegeven door Adriaan. En die tips die kunnen dus niet alleen maar voor jou van belang zijn, maar misschien ook voor vrienden en kennissen. Dus wees even zo sociaal en deel die dan even. Dus dat is wel zo fijn. Hey Adriaan, ik bedank jou in ieder geval weer voor je tijd en voor je aandacht. En nogmaals, we spreken elkaar gewoon snel weer hier in de studio. Hey, dank je wel. Tot ziens, tot de volgende. Hoi hoi. Zo. Hoi hoi. Hoi, doei. Zo, dat was in ieder geval Adriaan Postma van Postma Financieel Advies. Nou, we sluiten ook altijd eventjes af hier bij Kogel. Hoe is het met uw pruitke? Met nog een leuk geintje. Maar ik heb nog wat anders bijzonders. En dat is namelijk hier, zoals velen waarschijnlijk weten, ben ik ook teleshopverkoper, teleshoppresentator. En ik heb namelijk een hele mooie deal weten te bedingen met Invicta. Invicta is een horlogemerk waar ik in Duitsland voor op televisie, waar ik deze mooie klokjes mag verkopen. En je ziet dat dit horloge, een 40 mm horloge met een automatisch uurwerk, een uurwerkje wat overigens komt uit de stal van Seiko. En het is de zogenaamde NH35A. Maar dit horloge, dat kost normaal gesproken nu €115. Alleen omdat jij op dit ogenblik kijkt hier naar deze uitzending, kun je deze met een speciale korting kun je die gaan aanschaffen. Nou, en laten we eens even zien. Je krijgt namelijk van mij en van Invicta, krijg je 30% krijg je korting. En daarvoor moet je even een kortingscode invullen. Dus wat ga je doen? Je gaat naar dit eerste horloge. Dat is de zogenaamde 8926 OB. Het staat voor All Bezel. En als je die wil aanschaffen, dan vul je dus die speciale kortingscode. Die vul je dus in. Dat is Kogel met een hoofdletter. En die vul je er dan in. Kogel 8926. En ik zal je dat ook even laten zien. Dus als we hier hem in het winkelmandje gooien, dan zie je dus uiteindelijk dat je hier een mogelijkheid hebt om die kortingscode in te vullen. Nou, dat gaan we dan nu maar eens even doen. Dat is dan de K, de hoofdletter K, Kogel. En dan het type horloge, dat is 8926. En dan doe je min 30. Min 30. En apply coupon en bam. Kijk eens even, je krijgt
€34,50 krijg je maar liefst korting op dit prachtige horloge met automatisch uurwerk. En kost je dit horloge slechts €80,50, inclusief gratis verzending. En mocht het horloge nou niet wat zijn voor je, dan kun je hem ook nog eens een keer gratis retourneren aan Invicta. En waar ga je dan dit prachtige horloge bestellen? Dat doe je op invictastores.eu. Jawel. Dus, nou, helemaal geweldig toch? Mocht je dus een mooi klokje willen hebben, dan is dat mogelijk. Ik zal je dat klokje nog even om de pols laten zien. Dat is, zo ziet hij er dan uit. Ja, helemaal top. Een horloge met nogmaals een automatisch uurwerk, gratis verzending. En als je die code invult, die code nogmaals, dat is kogel 8926-30. Nou, als je die dan invult, dan krijg je 30% extra korting. Helemaal goed. Maar we gaan natuurlijk ook nog even afsluiten met een leuk filmpje. En dat leuke filmpje, dat heb ik hier voor je klaarstaan. Kijk eens even mee. Iedereen maar denken dat hij hard aan het werk is. Flesje corona erbij. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Bij deze bedank ik je weer hartelijk voor het kijken naar Kogels. Hoe is het dan met uw pruitke? En we gaan er zo dadelijk uit. Oh ja, morgen, even belangrijk om te laten zien. Morgen zijn we er ook en dan hebben we Bart Rietenko in de uitzending. De notaris uit Oldenzaal. Bart Rietenko alleen niet om 2:00 middags, maar om 8:00 avonds. Want Bart zit mede door de corona zo ontzettend vol met afspraken. Er zijn mensen die juist nu een testament in één keer willen afsluiten, omdat ze toch allerlei druk voelen. Dus in ieder geval hartstikke druk is die beste man. Maar hij heeft om 8:00 heeft hij ruimte gemaakt. Morgenavond om 8:00 hebben we dus weer een nieuwe aflevering van Kogel, Hoes met uw pruitke met Bart Rietenko, de notaris uit Oldenzaal. Dus mocht je ook vragen hebben, kun je die ook alweer doorgeven. Dat kan uiteraard. En als je die vragen wilt doorgeven, dan kan dat bijvoorbeeld op mijn e-mailadres info@videocontentcompagnie.com. Dus daar kun je dan uiteindelijk je vragen op kwijt. Maar je kunt ook gewoon weer inbellen morgen. Kan allemaal. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot morgen dan maar weer. Want ja, het zal weer een feestje worden morgen met goede informatie van Bart Rietenko. Nogmaals om 8:00 morgenavond. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.